Vandaag staat mijn allernieuwste videoclip online. Je kunt kijken op mijn YouTube-kanaal. Hieronder staat de link. Kom van dat dan. Drie? Oh, wat doen jullie? Een hartje. Ja. Mooi. Kom wasje. Die is al leuk. Mooi. Afsloten. Wilt u wat bestellen? Ja. Een belletje. Wij zijn de scheidsrechter. Een nachtige dag. Gaat lekker slapen. Hallo. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellica's. Familievloggers. En vandaag gaan wij de challenge aan om 24 uur te overleven in ons zwembad. Ja, niet zomaar een zwembad. We hebben natuurlijk nog steeds de discolampen hier hangen van het feestje van Luan. En de dekzeilen zijn er nog zo goed als. Hangen ze er half op? Ja, een paar hangen er al. We hebben een paar windvlagen gehad, jongens. Dus hier is het wel open. Maar ja, het is nog vroeg, dus het is nog een soort van donker. En vandaag gaan we eens proberen de hele dag hier lekker te chillen. Bij ons zwembadgedeelte. Aangezien het toch een vieze, druilerige, natte, regenachtige zondaghangdag is. Buffet, een ontbijtbuffet. Koerimlusjes. Kijk, hier staan alles wat je op je broodje of bolletje kunt doen. Hier hebben we croissantjes en bolletjes. Hier hebben we lekker gezonde druifjes. Hier hebben we de muisjes. Voor op het beschuitje. Dat vind ik nog steeds wel lekker. We hebben drinken. Glaasjes en borden. Ja, dus het podium is nu eventjes het ontbijtpakket. En rietjes. En rietjes erbij. Rietjes vind ik ook mooi. Ik ben ook een bezuinig meisje. Lucy is nog een bord. Lucy, je bordje handvast. Op die kleintjes. Lucy. Dat is het allemaal, Lucy. Mooi, ja, ook een bordje. Ja, ook een bordje. Terwijl we lekker ons ontbijtje gaan opeten, gaan wij natuurlijk kijken naar onze nieuwste videoclip van Luan. Ja. Het vergeten Pietje, daar komt hij, jongens. Even is geworden. Oh, wat een pech. Kleine Pietje, ja. Waar kan hij nou toch zijn? Oh, dit voelt zo niet fijn. Ik er misschien oude sleutel of misschien nog meer vindt tussen hem. Wat de zint ons vertelt, hij is blij. Toen zijn voorbij, alle cadeaus voor jou en mij. Sinterklaas zegt altijd zij aan zij. Dus begin ik met de reis, en ons Pietje is heel wijs. Want zijn pony die kan heel hard lopen. Is hij sneller dan mijn boot, is zijn honger niet te groot. Wie vertelt me hoe dit af zal lopen? Oh, wat een pech. Kleine Pietje weg, waar kan hij nou toch zijn? Oh, dit voelt zo niet fijn. Heb jij misschien de gouden sleutel ook gezien? Want wie het vindt is een held, dat in zit ons vertelt, hij is blij. En als het zorgen zijn voorbij, al die cadeaus voor jou en mij. De club van Sinterklaas staat altijd zij aan zij. Geef nooit op, blijf het steeds proberen. En zeg nooit, ik kan het niet. Maar gedraag je als een echte Piet. Kleine Pietje weg, maar zal niet naar toch zijn. Oh, dit vindt zo niet fijn. Heb jij misschien de gouden sleutel ook gezien? Wat je vindt is een held, altijd zit ons verteld, hij is blij. En als hun zorgen zijn voorbij, alle cadeaus voor jou en mij. De klik van Sinterklaas staat altijd zij aan zij. Weg. Yo, wat gaaf. Leuk. Hey, zo jongen, mooi geworden. Lief boterhammetje. Nu een boterhammetje. Nu een boterhammetje. En we zijn heel benieuwd hoe de film gaat worden. Ja, in de bioscoop 13 oktober, jongens. Alle bioscopen van Nederland kunnen films zien. Kleine Lucie zat er zelfs ook bij. Ja, Lucie zit zelfs ook in de film, jongens. Ze is even te spotten. Ja. Ja, heel leuk. Hoor. Een eer dat we zo weer de Sint en de Pieter mochten helpen dit jaar. Zo, wij hebben onze zwemoutfits aangedaan. En eens even kijken, jongens. Het weer is echt regen. Kijk of ik hier een klein sniepje van buiten kan doen. Kijk. Ach, jongens. Kijk.
Als dit geen binnenzwembad weer is, weet ik het ook niet meer. We hebben onze zwemkleding in ieder geval aangedaan. Maar de meisjes zeiden, oh mam, ik heb het koud, ik heb het koud, ik heb het koud. Wat gaan we doen als we het koud hebben? Luan had een idee. Een warming-up doen. Een warming-up. En hij zoekt even een nummer uit. Ons eigen nummer, jongens, aangezien die YouTube-rechten vrij zijn op ons eigen kanaal. Vandaar, soms vragen jullie misschien wel eens af, waarom zijn de liedjes heel kort in onze video's? Als ze andere soort liedjes draaien, dan heeft het met YouTube-rechten te maken. Je kunt niet meer dan zoveel seconden, anders dan zegt YouTube, oh, die rechten zijn niet van jullie, dan zetten ze de muziek uit. Maar onze eigen liedjes, die hebben we natuurlijk in ons eigen beheer. Vandaar dat we onze eigen liedjes wel gewoon lekker lang helemaal in onze vlogs kunnen laten draaien. En dat is de reden waarom jullie voornamelijk onze eigen liedjes in een vlog horen. En Luan heeft erin uitgezocht. Wat gaan we doen, jongen? Cowboy. Cowboy, oké. Nou, we gaan Luan nadoen. Hij staat op het podium. Dus hij de dansmeester. Papa doet een beetje mee voor spek en bonen. Want hij is nu dus wel uit het zwembad gegaan. In ieder geval uit het hier. Want hij heeft het ontbijt opgeruimd. En hij is even de keuken alles opruimen. Maar ik ook hoor, want ik moest een beker. Moest je... Oh, schatje. We hebben het niet gezien, oké? Okay? We hebben het niet gezien. Ja? Nou jongens, even testen gaan. Of hij... Dus, waar komt hij? Ik ben een cowboy. Gebeld, 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 gebeld. Hoeveel bomen staat niet? Twee. Twee. Eén staat niet, maar twee. Jij bent niet de baas niet. Oh. Nee, nee, je hoeft me niks te vertellen. Kom op. Want ik ga sneller dan sneller. Op, kartje, hoek. Ik ben een cowboy, met mijn rest op mijn hand. Het hangt op mijn kop, iedereen hoort dat ik ben een cowboy. En dan zwaaien! Zwaaien! Ik ben een cowboy, met mijn rest op mijn hand. Het hangt op mijn kop, iedereen hoort dat ik ben een cowboy. Ja? Cowboy? Ja. Ik ben een cowboy, met mijn rest op mijn hand. Als jullie afvragen, Luan, waar heb je dat van? Van mijn dansles. Ik kan het niet zomaar uit mezelf die pasjes uithalen. Dit is van hip-hop, zijn opwarming van hip-hoples. Nou jongens, ik vond het fantastisch. Ik ben wel warm geworden. Ja? Ik ook. Ja, niet meer bibberig, hè? Fijn om te horen. Nou, zullen we dan officieel het zwembaddek eraf gaan halen? Oké, ja. Ik doe hem open. Luan, die kan maar de knop. Want we hebben een heel bijzondere knop. Die. Kijk. Een klein trappetje. Ja. Om een bommetje te maken. Want voor Luxie ja. Is het speciaal hoog. Daar moet Luxie niet bij. Nou, op open drukken. Kijk, heb je open dicht staan. Nou, dan gaat het hele dek eraf. Luxie, je bandjes. Daar een beetje. Ja, zal ik er zo aan doen? Ja, lekker. Ja, jouw bandjes die liggen daar. Hieronder nog van gisteren van het zwemles. Kijk eens. Doe die al bij jou. Oh, wacht even. Mama gaat jou helpen. Papa heeft hem voor mijn kinderfeestje expres warmer gezet. Dus hij is nu ongeveer 31 graden. Zo. 30 graden. Nou, het is lekker warm. Nou, want ik was een keer bij de spa, weet je nog? Ja? Het was bij een hotel. En daar stond dat hij 30 graden was. Ja. En ik vond hem best wel koud alsnog. Ja, maar het ligt ook aan wat voor temperatuur het erboven is. Boven. Het is hier nu niet zo heel warm.
Daardoor lijkt het water nog warmer. Omdat stel dat het hier heel warm was geweest, 30 graden, was het zwembad kouder. Terwijl het wel dezelfde temperatuur is. Want ik vind hem namelijk 32 graden. Hij is nu, voelt hij heel warm. Hij is 30 graden, maar ik vind hem 35 graden. Heerlijk warm. Lekker warm, hè? Kijk, en we moeten even wachten. Jij moet een beetje olie erop doen. We moeten even wachten tot het dek helemaal eraf is. Want als je er nu al inspringt, je hoort het helemaal niet meer. Maar als je er nu namelijk al inspringt, dan komen er golfjes op het water, waardoor dat dek niet meer goed oprolt. Dus het is echt de regel bij ons, als het dek en het open en dicht gaan is, mag niemand in het zwembad. Anders gaat hij kapot. En dan piept een beetje. Hè, moet papa olie bij doen, hè? Oh, sorry. We hebben een motiootje. Nou, zullen we zo meteen doen wie het hoogste bommetje kan doen? Ja! Ja? Ga ik jullie even een plekje geven? Zijn jullie klaar voor? Ja! 3, 2, 1! Pizza. 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 Jij was hè? Ik wil een vlootje. Ja. Even kijken. We hebben een ananas. Voor mij. We hebben een pizza. We hebben een bootje. Bootje. We hebben een luchtbed. De zeemermin van mama. Ja. Mooi, kijk. Nou. De zeemermin, dit is van papa. Ja, papa de zeemerman. De krokodil. Nou, kinderen. Altijd om zo'n krokodil. Pizza! 1, 2. Oh, zo. De camera die schrok ervan. De camera die schrok ervan. Nee!
Ik wacht er wel aan door. Nee. Knippen, dat ging toch niet zo snel, dus nee, in het echt gaat het niet zo snel. Gelukkig krijg je hulp van Zeemeer, mijn mama. Huh? Ik kan ook wel mijn vinger aan, hè? Moet ik ook aan? Ja. Oeh ja, dan haal ik ook de onderwaterkamer op, hoor. Dan ga ik moeder-dochter Zeemeer, mijn onderwaterbeelden maken. Nou, Luan de Shark, die is met Luxie Shark in spelen. Terwijl het nog even duurt, haal ik even de onderwaterkamer op. Nou, past dat nog? Past dat nog? Vandaag was die vloggenlijn met die trampoline dat je eruit knapte. Pas op dat je de zeemerminder niet uitknapt. Hè? Dat zijn de wondjes. Dat zijn de zwangerschapswondjes. Nou, volgens mij wil het nog. Och, kijk dan helemaal. Och, moedige zeemermin. Moedige zeemermin. Moeder zeemermin doet een bommetje. De laatste keer dat ik deze aan had, was ik zwanger, weet je nog? Ja, dus dat ook je baby dan. Ja, dat ging je hebben. Daar gaat ze. Ja, het is zo donker, ik zie je bijna niet in het water. Die verduisteringsgordijnen. Mooi, hè? Zeemerminnen. Ja. Zal ik het wat lichter maken? Wat licht, hè? Het is toch zo behoorlijk. Dan doe ik even die dekzeilen naar beneden. Ja, kan ik jullie in het water zien. Luan, wordt ook zeemeerman. Luan, we hebben toch donkergrauw licht, dus ik doe de dekzeilen naar beneden, oké? Okay? Deze schroef, moet ik zeggen. Oh, kan ik door haar. En kijk eens, er was... licht, ja. Dit is het Bellinga eiland. Bellinga eiland, kijk. Oh. Bellinga eiland, duifjes. Oh, daar gaat hij. Oh, de dekzeilen. Och, oh, jongens, kijk eens. Wat een paradijs. Alleen het regent pijpenstelen. Het regent pijpenstelen. Wat een weer. Maar ze creëren wel licht. Oh, moet ik op de schroevendraaier halen. En deze had ik volgens mij al. Zo, de regen. Kijk eens. En er is licht. Wel met heel veel regen. Maar toch? Oh. Ja, paradijs heeft ook regen nodig. Kijk eens. Oh, welkom op het Bounty-eiland. Het Bounty-eiland in de regen. En zo kan ik mijn zeemeerminnen en zeemeerman beter zien. Ja, en kinderen, eigenlijk moet ik straks nog op het dak in de regen ook die licht maken. Zal ik in de regen op het dak klimmen? Ga eerst even genieten van jullie zeemerminnenshow. Lucilla? Laat zien. Lucilla, laat kijken. Kijk eens. Daar gaat zeemerman, of zeemermin Lucilla. Zeemermama. En daar is zeemerman Luan. Zeemerman Luan aan boord en zeemermin. Zeemermama. Nee, papa, kijk.
Wauw. Jongens, ik geef jullie even de onderwaterkamer. Dan kan ik even lusjes doen. Spetter, hebben we wel weer zin gekregen in wat lekkers. Dus het is tijd om te lunchen. Dus we hebben heerlijke knapworstjes. Doe ik even lekker in de pan. Hoppatee, nog een paar. Zo. En ik heb heerlijke meloen gemaakt. Dat zullen ze ook wel lusten. Zo, nou, eten klaar. Dus even kijken of ze al zin hebben om even uit het zwembad te komen. Jongens. Hebben jullie al zin in het lunchje, lekkers? Ja! Een lekkere meloen en lekkere worstjes. Dus kom maar even eruit, even de handdoekjes om. Gaan we even lekker lunchen. De zijdekken zijn eraf. Bij het barretje. Ik klim op het dak hoor. Want ja, oh ja. Het regent. Krijg je steeds meer licht binnen. Ja, alleen de koepel. Kijk, we hebben hier alle zeilen afgehaald. Die, ja, die is nog half. Liefjes. Liefie, dan zit ik aan het kijken. En dan hebben we nog de, ja... Die Daniel hebben hier. De dakzeilen daar, die. En die andere. Ook. Even kijken, we hadden die gedaan. Die zit nog dicht. Die is al opengewaaid. En deze is al helemaal opengewaaid. Kijk, die had ook dichtgeplakt. Ja, dan kunnen we straks ook nog even lekker in de sauna. Dit hoort ook allemaal bij het sauna gebeuren, bij het zwembad gebeuren. Ja, en de camera. Kijk, daar zit water in. Och, jee. Dat is niet goed dicht. Ik hoop dat het water nu even uit... Action cam. Ja, dat is gelukkig in de zee. Eerst even... Nou, eerst even lekker wat eten. En dit hoort... Ja, jongens, het is een beetje, hè? 24 uur overleven in het hele zwembad gebeuren. Hoort ook de sauna bij, hoort de douche bij. Hoort dit allemaal bij, hoort het barretje bij. Het podium en alles. Dus ik moet zeggen, het is nog best wel goed te doen hier. De hele dag een beetje vertoeven. Ga je daar slapen? Nou, laat zien. Hoe ga jij slapen vanavond? Dit gaat Lucilla vanavond, wordt haar bed. Och, dat ligt lekker, liefie. Een dingetje. Is het niet gevaarlijk? Want dan lig je in slaap. En dan voel je bijvoorbeeld van je matrasje af. En dan heb je niet door dat je onder water bent. Nee, dan word je meteen wakker. Ik denk dat je als je in het zwembad rolt... Ja, word je dan niet wakker, man? Ik denk dat je dan wel meteen wakker bent. Als je in het water rolt. Ja? Ja. Nee. Nou, papa gaat even dak. Ga je, maar dan is zo bloot of wel? Ja, ik ben nu nog nat. Dus zwaar door de ruimte. Ik begin bij de achterste. Kijk dan. Helemaal nat. Dan gaat hij echt helemaal. Och jongens. Dan moet hij dus even helemaal voor jullie beeldvorming. Dit dak op. Kijk. Ik ben toch al nat. Kijk. Daar bovenop dat dak. Kijk even, wacht even tot hij er is. Ik sta hier nou echt gewoon met mijn natte voet in het gras, jongens. Kijk, daar komt hij. Ja? Hey, kom van dat dak af. Waarschuw niet meer. Hij komt van dat dak af. Het is de laatste keer. Oh, wow. Jongens, kijk eens wat een groot blad. Het wordt echt herfst, jongens. Het wordt echt herfst. Wow, Frank, goed, koud, koud. Fris, fris, fris. Wil je even buiten rennen? Wacht wel. Hey, en dan spring je daarna lekker in het warme zwembad. 1, 2. Rennen, rennen, rennen door de tuin. Om de boom, naar de boom en weer terug. 1, 2, 3. Woehoe! Met zo, om de boom. Ja, en weer terug. Oh, nog een boom. Goed zo. En dan komt ze weer.
lekker. Ja, lekker warm in het zwembad. In het zwembad en... Oh, lekker warm, hè? Daar gaan ze weer. Oh, om de boom heen. Oh, wat gaan jullie doen? Oh, nee. Ze gaan op de trampoline. Wat doen jullie? Jongens, wat doen jullie? Snel hier naar binnen. Leeuwen, kom jongen. Kom, naar binnen. Wat ziet papa aan het dak staan. Nu, kom. Snel, in het zwembad. Jongen, kom. Veel te koud. Kom nu. Oh, dat was niet de bedoeling, jongens. Wat zijn jullie? Oh, papa. In het warme bad. Snel in het warme bad. Ja, onder de douche, onder de douche. Oh. Nou, het was even iets langer dan gedacht dat ze het deden. Oh, ja, papa ligt bij het dak, maar ik kan je niet zien. Het is nou zo beslagen dat ik zelfs op de raam kan tekenen. Een hartje. Voor jullie. Nou, even lekker onder de warme douche, jongens. Oh, ik dacht de koude. Nee, het is een warme douche. Dat scheelt, hè? En daarna kun je ook even lekker warmen in de sauna. Kijk. Even lekker warmen in de sauna. We hebben de vinnen even drogen gelegd. Oh, we hebben slaan. Je doet maar een lepeltje erop. Nou, Luan die zingt altijd onder de douche. Voorzichtig, hè? Goed zo. Lekker warm, hè? Lekker warm. Is dat de toonladder, jongen? Ja. Heel hoog, ja. Oh ja, daar zit er nog één. Heel mooi. Hey, kun je eens een mooi overzicht? Heb je een mooi overzicht? Kan je alles goed zien? Ja, jij vermaakt je ook wel hier, hè? Jij vermaakt je ook wel, hè? Dat is ons lachenbakkie, hè? Ons kleine lachenbekkie. De inplonsen? Ah, los maar beginnen. Dan gaan we, als je hierheen zwemt, gaan we lekker eten. Ja, nou is dit zwembad weer kouder omdat jullie in de sauna hebben gezeten. Kijk, daar komt Lucilla al aan. Kijk, schatje. Die staat ik al klaar met je handdoek. Alsjeblieft. Nou, en Luxie die zat ook al hier lekker afgedroogd. En heb je ook zin in een lekker worstje? Mam heeft lekkere worstjes en meloen gemaakt. Daar hou je wel van, hè? Luan is verstopt. Is Luan verstopt? Luan is onder de pizza. Luan onder de pizza? Ja. Hier is Luan. Zet je onder de pizza, jongen? Kom eruit, we gaan even lekker lunchen. We gaan snoep eten. Nee, ik heb lekkere worstjes en watermeloen. Woesel, die lust ook wel een worstje, jongen. Eigenlijk mogen de honden hier niet komen. Maar ja, aangezien we vandaag 24 uur hier zitten, jongen, hoef je ons niet zo lang te missen, hè? Kerel, welkom bij het barretje. We hebben hier lekkere verse watermeloen en lekkere knakworstjes in de aanbieding. Oeh, lust je ook een worstje? Zullen we lekker op een stoeltje of op de chillbank bij Luxie gaan zitten? Ja. Ja, zal ik dit meenemen? Zetten we het hier even op. Zo, ik kom Luxie even halen. Nou jongens, volgens mij zit papa nog op het dak. Oh, Woesie. Niet zo, nee. Niet zo, mag niet. Dit is heel erg afleidelijk voor Woesel dit. Mam, niet zo. Nee, we gaan doen. Nu. Bommetje met je mond vol. Nou. Nee, die is niet meer. Oh, daar gaat er nog één. Daar gaat er nog één. Wat doen ze nou, Luxie? Ik hoorde, mam! Mama! Ja? Ik hoorde echt niet dat ik kapot. Ja. Was de plons van je zus? Ja. Die is nog niet voor niks. Nee, het is niet voor Woesel, hè? Mag ik een watermeloen? Niet voor niks. Ja, je mag watermeloen. Oh, ja! Oh, Woesel. Nee, Woesel, nee! Woesel, die wil even snuffelen. Die lust toch geen water? Dit is net op een mooie lampjes. Leon!
Kijk naar die lampjes daar. Ik ga alles schoonmaken. Dat zijn mooie lampjes, hè? Ja. Dat zijn mooie lampjes. Mooi. Mooi. Ja. Lampjes. Wie staat daar onder de douche in de regen? Ach, jongens. We deze ook afsloten voor de winter. Oh, ja. Als die vriest, gaat de leiding in kapot. Ja, natuurlijk. En de grasmaaier was helemaal vastgelopen. Ach. Ze hebben helemaal schoongewassen ook in de stal. Ja. Moet je kijken, je staat daar onder de douche, tussen de bladeren. Tussen de bladeren. Dat is wel leuk. Dat is vies ook, maar ja. Dat tip ook niet van het raam af. Oh. Hilma zit een krab op het dak. Oké. Okay. Maar ja. Oeh. De laatste deel in de douche. Sta eronder, jongen. Ja, ze gaat eraf, jongen. Oeh. Lekker warm is die. Ja, het is wel warm deze douche, hè. Dus jullie denken, huh? Het is een warme douche. Ga de winter slaan. En tot in de zomer. Tot in de zomer, hè. Kom, snel naar binnen, jongen. En dat is lekker, hè. In het warme bad. Hallo. Wilt u wat bestellen? Wilt u wat drinken? Oh, deze is een vies. Zijn die allemaal vies? Ja, die zijn allemaal gebruikt. Oh, weggooien. Ja. Deze zijn niet vies. Hallo, wat wilt u drinken? We hebben een fruitsapje in aanbieding. Appelsap of green iced tea. Wat vind je lekker? Deze, multisap? Multisap solutie? Ik wil altijd bestellen. Wil je wat bestellen? Mag wel hier lekker zitten hoor. Ik wil ook wat drinken. Warm kopje thee. Warm kopje thee, ja. Wat hebben we niet bij de Hawaii bar? Nou, proost dus. Proost. Hallo. Hallo. Wilt u alles op? Ja. Dat is een hele natte handen. Ja. Ja, dat is een lekker appelsap. Hallo, boosje. Dus. Op de herfst. Oh, is het gratis? Ik wil ook een appelsap. Het is gratis vandaag. Alles gratis. Papa komt van de dag. Ik heb een appelsap. Ik vind de iced tea green. Ik wil even een iced tea green. Schoon op het dak. En stromende regen. Maak oh, eens. Ik heb van papa hoor. Het is verlicht. Erbij, hè? Het is verlicht van een vuilniszakje. Het was mooi, Johan. Dat donkere disco feest. Ja. Ik vind het toch ook wel weer heerlijk. Hey, nou, proost op de herfst, jongens. Proost, ja, op de herfst. We hebben daar achter tuin, hebben van je genoten. Gelukkig hebben we hier een dakboom of zo. Ja, een binnenzwembad. We kunnen gewoon het hele jaar door. Gelukkig wel. Kunnen we lekker ik heb de robot uitgezet voor de herfst. En de buitendouche moet afgekoppeld worden. Ik ga een bommetje maken. Een bommetje van Lucilla, jongens. Oh, dat was het bommetje. Lekker, Lucie. We zijn 24 uur voorbij, papa, normaal. Komt je? Ja. Ja, terwijl Lux hier nog even lekker haar drankje opdrinkt, is papa weer met de kinderen in het zwembad. Dat wou we niet. Ik heb ook van die koude tinteltenen. Ja. Papa stond dus een zwembroek op het dak, jongens. Ik heb ook van die koude tinteltenen. Ik heb het gezien. Maar nu is alle koepels zijn nu weer licht. Maar die ductie was echt heel vast. Ja. Maar ja, moest ook. Ja? We hadden we een donkere disco. Een lichtpoel, ouders. Nou, zijn we nog maar leuk. Hey. Ik vond het donker ook wel leuk. Dat was ook leuk, jongen. Maar het is nu nog steeds donker. Als het straks donker avond is, ja, nacht het is. Vijf uur donker. Is het dan 5 uur donker? Het is nu nog niet 5 uur donker. Maar in de winter wordt het heel vroeg donker. Dus dan heb je alsnog heb je gewoon dekken disco. Het wordt nu nog niet om 5 uur. Nee, nu nog niet. Nee. Nu, volgens mij, wordt het nu elke 8:30 donker. Zoiets, ja. Zo, jongens, het is tijd voor een spelletje. En niet zomaar een spelletje, nee. Kijk, ik heb hier een hele grote bak met allemaal opduikdingetjes. Luxie gaat mama helpen met alles in het zwembad te gooien. En als alles erin ligt, op de bodem, dan is het aan jullie de taak om zoveel mogelijk zwemdingetjes op te duiken. Met een bril mag, ja. En dan wie de meeste van die zwemdingetjes heeft opgedoken, die mag een prijs uitzoeken. Oké, ja! Nou, Luxie, kom maar eens een bril zoeken, ga alles in het zwembad gooien. Gooi maar zoveel mogelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Ja, Maatje, heel goed. Oh. Ja, het ook verder weggooien. Hoppatee. Hé, hey, mag nog niet, hè? Mag nog niet, hè? Nog niet opduiken. Nog niet opduiken, hè? Ja, maar ook helemaal daar. Hoepetee. En al deze balletjes. Hoepetee. Hé, maar jongens, kom even uit het zwembad, want we zijn nog niet klaar. Deze nog. Nee, je moet het op de rand leggen. We doen deze dingetjes ook, jongens. Hoepetee. Het hele badje is leeg met alle opduikdingetjes. Het is de bedoeling dat jullie iets gaan opduiken. Luan legt het aan deze kant van het badje neer. En Lucella legt alles aan deze kant van het badje neer. Ja. Van dit badje. En dan gaan we daarna tellen wie er heeft gewonnen. Oké. Okay. Klaar voor de start. 8. Daar gaan ze. Ik heb al 2. Goed zo. Hey Sil, als je wat meer verzamelt en dan in 1 pakt. Kijk, want Luan die gaat nou al heel veel pakken. Zie je dat? Zie ik voor 1 dingetje terugkom. Goed zo, Sil. Heel goed. Niet aan Luxie. Goed opletten, hè? Dat is die vals spelen. Oh, die ligt, oh ja, die ligt daar. Die heb jij goed gezien, Luxie. Heel goed gezien. Jij had gegooid. Ja, had jij die in het water gegooid. Kijk. Daar gaat dus. Goed zo. Ja, die gaat op de rand. Goed zo. Ja, daar komt Luan aan met zijn eerste lading. Even kijken wat hij allemaal heeft verzameld. Zo. Daar gaan ze weer. Ondertussen ligt Lucie hier lekker aan zijn wippertje te kijken. Nee, dit vind je ook mooi om te zien, hè? Zwemmen in het zwembad. Ja, kijk, dit is een uitzicht. Hij is zo moet kijken naar het zwembad. Nee? Oh, liefie. Oh, een blauwe ziet ze nog. Daar ligt nog een blauwe. Minder. Maar dan moet je, kom, moet je goed zoeken, Luan. Kom op. Daar ligt er nog één, een blauwe. Ja, ik zie hem ook. Ja. Oeh. Oh jee, er wordt een gevecht onder water. Oh jee, Luxie. Wie zou hem hebben? Wie heeft hem? Lucilla heeft hem. Oh, ze moet hem nog pakken. Ja. Goed zo, heel goed. Heel goed. Nou, gaan we eens even kijken. Ik denk dat ik een probleem heb. Nee, dat is het dopje. Ja, het putje. Ja. Het putje van het zwembad. Ja. Mijn papa hem leeg laten lopen, hè? Ja. Ja? Heel goed, Sil. Ben je buiten adem? Daar ligt ook nog iets op de bodem. Wat is dat? Goed zo, Sil. Goed bezig, meisje. Ja. Nou, hebben we alles? Ja. Zullen we eens even gaan tellen? Gaan we eerst bij Luan. Wat heb jij daar nou weer? Luan. Ik heb er nog iets. Nou, wat heb je nog meer? Hij heeft een... Een heel bijna. Oh, ja, ik kan me goed voorstellen, schatje. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we eens even tellen, jongens. Luan heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dingen. Ha, ik had nog een blauwe. Een vis. Ja, 14. En dan gaan we bij Lucilla kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Lucilla heeft gewonnen! Lucilla, je mag een prijs uitzoeken. Kom maar even naar de prijsjestafel. Hier hebben we de prijsjestafel. Wat zoek je uit van prijsjes? Maar hoe vaak gaan we doen? 2 keer? Ik ben heel erg deel of 10. Ik zou in de millimeter doen. In de millimeter 10 pot gutten, 10 pot kaas. In de millimeter is de baas. Maar hij lag in het ziekenhuis. Trop, trop, trop. Eet maar lekker op. Trop, pop. Wordt het die? Ja. Het ei om uit te broeden? Ja. Toppie, Sil. Nou, gaan we nog een spelletje doen? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik alweer winnen. Nee. Oké, okay, wat gaan we doen? Nou mag het hoogste balletje. Wie is het eerst? Nee. Wie is het eerst? Nee, wacht. Wie is het eerst bij de mama? Wacht. Mama, wie is het bij de mama? Wacht. Ik heb gewonnen, dus ik mag uitkiezen. Nou. Zit wat in. Nee, we doen het allebei.
Doe het allebei. Oké, eerst. Nee, nee, eerst. Of wie eerst mag. Ja, is het klaar? Ja, ik heb begin. Okay. Nee, ik heb begin. We gaan een heel ander spelletje doen. Want jullie maken er ruzie over. Ah. Als jullie er niet uitkomen, dan bedenk ik gewoon iets. Ja, ja of, aan de overkant is. Of jullie moeten er even samen uitvormen. Jullie gaan er niet uit. Ik ga het hoogste bommetje. Jongens. Oké, hoogste bommetje. Hoogste bommetje. Oké, ze zijn eruit? Ja. Ze zijn eruit. Het hoogste bommetje. Nee, de hoogste bommetje. Ga mij even plassen. Ik ga het hier komen. Je hebt het plezier. Oké, nou jongens. We doen dus wie het hoogste kan springen in de lucht. Ja? Oké. Okay. 3, 2, 1. Oké, okay, ja. Dat was Luan. Luan! Ja, Luan! Deze. Die? Van de tafels leren? Ja. Heel goed, jongen. Toppie. Nou, volgende spel. Wat is dat? Eerst aan de overkant is. Eerst aan de overkant is. Oké, dan ga ik even aan de overkant staan. 3, 2, nee, mama telt. Nee. Terug. Mama telt. Anders is het niet eerlijk. Luxie, kom kijken. We zijn de scheidsrechters. En wij gaan kijken wie het eerste de witte rand vangt. Goed. Goed opletten. Goed opletten. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Leggen we Luxie? 3, 2, 1. Zo! Zwemmen, zwemmen, zwemmen! Waar zijn ze dan? Kom op, Zeel, kom op, Lu! Zwemmen, zwemmen! Zwemmen, zwemmen, kom op! Ja, bijna Zeel, bijna Luan! Oh, en het is, en het is, en het is! Ja! 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 Oké, jongen. Nou, zoek maar een dingetje uit. Deze. Die? Oké. Okay. Ze trapt er niet in. Luan, ze trapt er niet in. Nee. Oké, jongens. Wat gaan we eten vandaag? Kijk, we hebben deze lekkere pizza broodjes. Die kunnen we natuurlijk wel lekker in de airfryer doen. Kijk, dit zijn van die lekkere pizza broodjes. Super makkelijk. Doe ik altijd gewoon simpel in de airfryer. Zijn zo klaar. En dan hebben we lekker even wat warms in de buik. Zo, pizza broodjes erin. En even wachten. De broodjes zijn uit de airfryer. We gaan ze lekker brengen. Oh, heerlijk. Zo. Oeh, wat is dat we hier hebben? Avondeten. Oeh, kijk dan. Hebben we een beetje trek in de buik gekregen? Ja. Kom er maar uit, liefie. Oeh, op het parkje. Hoppakee. Kijk eens jongens. Lekkere pizza broodjes. Hé. Hier mag je niet opeten. We hebben de hele zondag in ons zwembadhok gebracht. Hier mag je niet opeten. Nee, Lucius die zou wel willen. Zie je hem kijken naar jouw broodje. Dat ziet er lekker uit. Wat vonden jullie ervan? Zijn hele dag chillen in het zwembad? Was wel lekker, hè? Nou, zijn we toch deze regenachtige dag goed doorgekomen. Niet helemaal gelukkig met de challenge, maar dat maakt niet uit. Hm? Nou. Och, Luxie zoekt het speentje. Oh, daar ligt het speentje. Daar ligt het speentje. Oh, kijk eens Luxie met zijn grote lieve zus. Luxie is wat een beetje moe, liefie. Hm? Och, kijk, wat doe je dat goed. Och, dekentje erbij. Dat is lief van jou. Nou, gaat Luxie daar lekker slapen? Ja? Nee, en jullie moeten zo in het water gaan liggen, hè? Ja, slapen in het zwembad. Lucilla gaat lekker slapen. Luan gaat lekker slapen. En Lucilla, of Luxie gaat ook lekker slapen. Oogjes dicht. Nou jongens, en Lucius die heeft het er ook mee gehad. Nou, wij gaan de vlog afsluiten voor vandaag. Dit was onze 24 uur challenge. Niet helemaal gelukt, want we zijn naar buiten geweest. We zijn op het dak geweest. Maar daar gaat het niet om jongens, we hebben plezier gehad. En dit was onze zondag hangdag in het zwembad.
Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Abonneer, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.